zijn in Gassel, in de Viersprong. Dat is ons verenigingsgebouw. En ik kom hier heel veel om te repeteren voor de harmonie. Ik doe heel veel voor de jeugd. En instrumentenbeheer is een van mijn taken. Dus ik denk, de harmonie heeft instrumenten nodig om te vervangen, om een mooie klank te maken. Dus wie niet waagt, wie niet wint. Ik stuur een aanmelding aan. En ik werk zelf al ruim 12 jaar bij GDF Suez op laboratorium in Nijmegen. Ik heb aangevraagd een schuiftrombone voor een jeugdlid. Die heeft een relatief oud instrument en het is gewoon een talent. Die jongen die heeft zoveel vaardigheden en de instrumenten moeten betrouwbaar zijn. Ja, zo'n trombone waar we nu gelukkig geld voor krijgen, die gaat enorm lang mee met het juiste onderhoud. Kan zo'n instrument in 25, 30 jaar meegaan als je er zuinig mee bent en goed op speelt. Dus dat is echt een investering voor jaren. Instrumenten zijn echt gigaduur. We hebben een paar jaar geleden een nieuwe bas gekocht. En dat was echt, toen kwam de bodem toch wel in zicht, want die kostte echt 10.000 euro. Dan hebben we nog een enthousiast lid van GDF Suez, die ontzettend haar best doet om geld te krijgen voor een nieuw instrument. En daar zijn we erg dankbaar voor. Ja, sponsors zijn heel erg belangrijk, want met name de jeugd, die we er heel graag bij willen hebben, daarvoor hebben we instrumenten nodig. En met name die instrumenten zijn zo duur. En om de drempel laag te houden, want anders kunnen de ouders het ook weer niet betalen, proberen we op deze manier de zaak te bekostigen. De harmonie die repeteert iedere donderdagavond van 8 tot 10 uur. En wij hebben diverse optredens in een jaar, concerten. Maar wij spelen ook een serenade als er iemand 50 jaar getrouwd is. Of bij andere openbare gelegenheden. Met de kermis. Heel graag nog een trombone erbij.